Met Dirk van Drent. Oh, zijn jullie de grens net gepasseerd? Wij zijn van de Stichting Russische Kinderopvang. We hebben het ogenblik 32 kinderen uitgenodigd en die staan het ogenblik op het punt om binnen te komen. Wij hebben in het begin wat moeilijkheden gekregen met het gezinnen zoeken, maar gelukkig heeft Baren toch de kinderen mogen opvangen. Wij hebben nu gastgezinnen genoeg. En daardoor hebben we nu, of kunnen we momenteel, 30 kinderen ontvangen. Ze zijn op het punt dat ze net de grens overgegaan zijn en we staan met z'n allen hier te wachten totdat ze binnenkomen. We hebben een druk programma voor ze en dat wil ik even aan Willy laten voornemen. Nou, we zijn 2 jaar bezig geweest met de voorbereidingen van het binnenhalen van deze groep kinderen. Ze komen weer uit Biegrof, net als 4 jaar geleden. Het zijn gezinnen die het keihard nodig hebben dat ze even ontlast worden. Dat de kinderen even lekker verwend worden, dat ze in een gezonde omgeving zijn. We hebben leuke plannen, maar ze moeten in de tussentijd ook naar school. Het is voor de gastouders misschien prettig. Het is hetzelfde programma als hun eigen kinderen. Ze blijven tussen de middag over op school. En we gaan nog leuke uitstapjes plannen, bijvoorbeeld naar de dierentuin. En we hopen dat het een hele fijne tijd wordt. Dat de gastgezinnen ervan genieten en dat de gastkinderen weer heel blij terug gaan naar huis. Dus het wachten is momenteel op de kinderen. Daarbij komt ook de burgemeester nog een welkomstlied noemen. En we zijn even in afwachting. Wij zijn de familie Broeken en we staan hier... Maar smart te wachten op de Russische kinderen die nu met de bus aankomen. Wij zijn voor de eerste keer nu gastgezin. En wij vinden het reuze spannend allemaal. En wat wil ik daarover zeggen? Het is een heel leuk initiatief. Hoe zijn we daar aangekomen? Is via Gonde Brouwers die nu in de bus zit. Zij zat bij ons op school samen met mijn ouderaad en daar heb ik voor het eerst over gehoord. En Abigail's beste vriendin vorig jaar heeft ook een Russisch kind in huis gehad. Allemaal waren ze enthousiast en ook wel een beetje angstig van wat gaat er nu gebeuren. Maar zoals dat iedereen nu wat te drinken heeft gekregen en deze hele grote groep hier eindelijk zit, zijn we nu toegekomen om op een gegeven moment de groep welkom te heten. En daar mag ik de burgemeester even voor uitnodigen hier, omdat die dan een woord van ontvangst mag geven. Добро пожаловать в Барн. Ja? U vertaalt verder, hè? Jongens en meisjes, dames en leraressen, dames en heren, overige aanwezigen. Ik vind het heel fijn dat jullie nu in onze mooie gemeente Baren zijn. Wij zijn gisterenochtend om 8 uur weggereden. 6:30 zijn we allemaal opgestaan. 7:15 moesten we bij het Department van Onderwijs zijn. Waar iedereen zich verzamelde. We hebben alles op film staan, dus dat is heel leuk om straks een keer op een avond allemaal te gaan kijken. Nou, de een na de ander kwam aan en stipt 8:00 zijn we weggereden. En om 8:00 de volgende morgen
waren we 25 uur verder, omdat de klok in Rusland dus 1 uur vooruit gaat en daarna weer terug toen wij de Poolse grens overgingen. En vanaf de, ik weet even niet meer wanneer wij in 8 uur waren. In ieder geval, we hebben totaal 30 uur in de bus gezeten. En dat is een hele lange tijd. En heen hebben we er tegen de 38 over gedaan en dus dat was nog langer. Maar goed, we zijn daar heel hartelijk ontvangen. We zijn bij heel veel scholen geweest. Dat was ook ons verzoek om veel scholen te mogen bezoeken en veel gastgezinnen te mogen bezoeken. Om te kijken waar de kinderen wonen, hoe ze wonen, die wij mee naar Nederland nemen om hier dus op te knappen. We hebben afschuwelijke beelden gezien. Eigenlijk wat we liever niet zouden willen zien. Maar het is wel zo dat we nu weten waarvoor we het doen. En dat wisten we natuurlijk al wel. Maar om dan met je neus weer bovenop gedrukt te worden is toch wel heel confronterend. Nou, zoals jullie zien hebben wij gevraagd om kinderen tussen de 12 of tussen de 8 en de 12 jaar. Dat is niet helemaal naar wens ingevuld. Het zijn allemaal kinderen van 9 en 10 geworden. Maar daar treuren wij niet om. En ik hoop u ook niet, want ze zijn allemaal even lief en hebben het allemaal vreselijk hard nodig.